kijkers, goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, president Santokki pleit op klimaatconferentie voor transparante benadering Loss and Damage. Korpspolitie Suriname start voorbereiding, parade en defilé. Suriname en België voeren bilateraal onderhoud in Egypte. En commissie presenteert conceptwet Nationaal Mensenrechten Instituut. President Chandrika Prasad Santokki heeft op de klimaatconferentie COP27 in Egypte gepleit voor een transparante en verantwoorde benadering van loss and damage. Toegang tot vergoeding van schade en verlies als gevolg van klimaatverandering moet gemakkelijk en via vereenvoudige procedures. Zo stelde het Surinaamse staatshoofd op dinsdag 8 november in Sharm el-Sheikh, waar de klimaatbijeenkomst plaatsvindt. Wij voeren u terug naar de spreekbeurt van de president. One year passed since COP26. Today, we are all more aware that concrete actions are needed now. Instead of more pledges, talks, and promises for the future, we are living the horrors of climate change, and yet we see no significant actions to live up to the Paris Agreement. Chair, I'm standing here as president of a small nation, but also as a representative of a very small group of countries, a group of only three countries in the world that are still carbon negative. My country, Suriname, is also part of a larger grouping of 11 high forest and low deforestation countries and part of the Amazon forest. Our nation is also part of the grouping of 51 small island developing and low-lying coastal states. Suriname's contribution to global emission is 0.01%, and we are net carbon sink. We are in fact carbon negative. Mr. Chair, despite this, we are highly vulnerable to climate impacts. My country has a low-lying vulnerable coast that is threatened due to the sea level rise, and has taken bold decisions to prepare itself. We have created a strong institutional and policy framework with a national climate change policy, strategy, and action plan, a national adaptation plan, and sectoral policies that give high priority to climate objectives. With assistance from the IDB, we have transformed our NDC into investment plan with an estimated $700 million in climate change investments. Mr. Chair, Suriname is ready for a full implementation
of its NDCs to deliver the results we promise and to protect ourselves from the ravages of sea level rise. Suriname has committed to protect our mangrove forests from our limited state budget. Next year, Mr. Chair, we'll sign our first national climate agreement that will show our strong commitment to maintain our forests, to prioritize clean energy, and to promote the integration of climate mitigation and adaptation actions. We are building our national technical capacity and expertise with support of international organizations to be effective in preparation, design, and implementation. Mr. Chair, our energy supply is already for 50% renewable, and we are adding more. Mr. Chair, in the wider Caribbean, many of us almost daily have to address climate change occurrences through external borrowing because we lack the resources. That's why we need support now to include loss and damage as a third pillar in the climate financing structure. Once these funds become available, we also need to simplify the procedures for access to climate finance and to make appreciable condition period more efficient and effective. We cannot wait years to receive climate finance. Let us make it simple, accessible, and make it work. Mr. Chair, let us not create another international bureaucracy. The Bretton Woods Institutes should incorporate climate change in their economic recovery programs in a more effective way. Climate change has become part of the economic paradigm. We call upon the international community to put its money where its mouth is. Mr. Chair, the international community has promised billions, but thus far too little has materialized. Ladies and gentlemen, promises made must be kept. Therefore, on behalf of our children and the next generation, we urgently call on the historic emitters to do more and to help to save our world. My country is doing its part in this regard with the limited resources and capacity. Mr. Chair, I thank you. May God bless you all. De voorbereidingen van het Korps Politie Suriname voor de parade en het défilé in verband met 47 jaar staatkundige onafhankelijkheid op 25 november 2022 zijn in volle gang. Op dinsdag 8 november werd in de wegen rond het politieopleidingscentrum de derde oefendag afgewerkt. Inspecteur Milton Kensmeel, die als hoofdcoördinator fungeert, zegt dat zoals afgesproken de andere participerende diensten ook actief zijn ter voorbereiding op de generale repetitie. Daarnet de eerste deel van de derde vooroefening van het parade défilé die betrekking heeft op de parade défilé van 25 november hebben we gehad. Dus het eerste deel. Zometeen hebben we het tweede deel van die oefening. Formeel hebben wij geen afzegging gehad van de andere diensten. En wanneer ik praat over de andere diensten, heb ik het over correspondentiaire ambtenarij,
de brandweer en de BBS. Formeel heb ik van de dienstleiding geen afzegging. Ja, via de media hebben wij het een en ander vernomen. Maar dat is niet de manier om te communiceren. We hebben een nette uitnodiging gestuurd voor het aanwijzen van een coördinator namens die diensten. En we verwachten dat indien er andere besluiten zijn, of het nou vanuit de dienstleiding is, of als het nou vanuit een andere insteek is, ja, dat wij toch formeel in kennis worden gesteld. Tot op dit moment gaan wij ervan uit dat de vooroefeningen bij de verschillende diensten normaal plaatsvinden. Dus wij bereiden ons voor op het moment van de gezamenlijke oefening. Van de douane weet ik toevallig, die hebben inmiddels contact gemaakt en aangegeven dat ze normaal participeren. Dus wij wachten op de dag voor de gezamenlijke oefening. Ten aanzien van de mammoetvlaggen, de afspraak is gemaakt dat ergens de 15 november dat die mammoetvlaggen gehezen zullen worden. Dat zal geschieden door het Nationaal Leger. Die heeft op dit moment de mammoetvlaggen onder het beheer. Ten aanzien van, wat was uw tweede vraag als u me even herinnert? Ja, waar precies het défilé zal plaatsvinden en hoe het is misschien ook erbij met, er zullen geen COVID-restricties zijn, ja of nee? Of, Laat me zeggen, de planning voor 2022 was dat het défilé plaats zou vinden in het André Kamperveenstadion. Door omstandigheden is het André Kamperveenstadion voor dit jaar van de baan. Ik weet niet wat het komend jaar wordt, maar in ieder geval voor dit jaar is het van de baan. Wij gaan, zoals wij dat vorig jaar hebben gedaan, wederom op het Kerkplein daar de parade houden. En de uitvoering van het défilé vindt plaats voorlangs het presidentieel paleis. Copico 2021. President Chandrika Prasad Santokhi en de eerste minister van België, Alexander De Croo, hebben tijdens de klimaatconferentie in Egypte een bilateraal onderhoud gehad. De regeringsfunctionarissen hebben van gedachten gewisseld over het uitdiepen van de samenwerking tussen de twee landen. De ontmoeting op maandag 7 november volgde op een telefonisch onderhoud eerder deze week. Absoluut goed gesprek gehad. We hebben natuurlijk relaties op basis van de taal. We spreken dezelfde taal. Maar eigenlijk het potentieel aan samenwerking tussen België en Suriname is er één die heel veel potentieel biedt. Er is reeds een samenwerking tussen onze havens, waar we heel veel vorming doen van mensen die in de havens actief zijn in Suriname. Maar vooral ook op het gebied van duurzame economie. Potentieel van windmolens op zee bijvoorbeeld. Potentieel van het baggeren van bepaalde kustgebieden. Dat zijn zaken waar België veel te bieden heeft. Maar eigenlijk heel graag met Suriname de samenwerking verder zouden willen uitdiepen. En het was een mooie gelegenheid om... We hadden elkaar deze week al telefonisch gesproken. En nu een tweede maal tijdens dezelfde week hebben we elkaar kunnen spreken. We zijn hier op COP27. Zijn de gesprekken ook daarover gegaan? Ja, het gaat een stukje daarover. Bijvoorbeeld over de vraag van Suriname om ook te spreken over wat men noemt loss and damage. En het gaat over het feit dat klimaatverandering zorgt natuurlijk voor een aantal fundamentele veranderingen in jullie maatschappij. Dorpen die vaker overstroomd zijn, landbouwgebieden die veranderen qua natuur, waardoor andere gewassen moeten komen. En ons land is wel open voor die discussie. Wij begrijpen dat als zaken fundamenteel veranderen, dat wij moeten kijken op welke manier we kunnen helpen bij de adaptatie. Ja, kijk, heel wat mensen begrijpen niet op zo'n top klimaatconferentie. Dat het één in die grote zalen plaatsvindt, maar ook in die
kleine zalen vindt het plaats, maar ook bilateraal vindt het plaats. En we hebben heel wat bilaterale afspraken. Vandaag was het met de eerste minister. We hebben deze week nog een telefonisch gesprek gehad over tal van onderwerpen en direct de afspraak gemaakt, gelet op de belangrijkheid van de samenwerkingsrelatie tussen Suriname en België, om hier persoonlijk verder te spreken met een delegatie van mij en een delegatie van hem. In feite heeft hij al aangegeven welke de onderwerpen zijn geweest. Eén tegen de achtergrond van de historische samenwerkingsrelatie. Hebben we nogmaals benadrukt dat samenwerking Suriname en België belangrijk is. En we werken op verschillende gebieden als samen. Eén is onderwijs. En daar moeten we doorgaan. En mijn oproep is geweest namelijk omdat België heel sterk onderwijsprogramma heeft. In feite een soort exportproduct kan je zeggen van België. Dat ze heel wat landen daarmee ook ondersteunen. Maar mijn verzoek is meer geweest om die bijstand meer nu in de richting van de technische richting te gaan duwen. Ook tegen de achtergrond van die oil and gas. We hebben recentelijk nog op Naten een nieuwe studierichting geïntroduceerd van oil and gas. Dus jouw heel onderwijssysteem moet ook omgebogen worden naar de toekomstige ontwikkeling op het gebied van die oil en gas, op het gebied van de agrarische ontwikkeling, op het gebied van toeristen. Kortom, de toekomstige marktgerichte opleidingen waar we ook bijstand gevraagd hebben. België verleent ook bijstand op het gebied van het drinkwaterproject in het binnenland. Dus we hebben net gevraagd over de stand van zaken en benadrukt dat we de samenwerking nu gaan uitbreiden, zodat alle dorpen in het binnenland ook waterzuiveringsinstallaties kunnen krijgen met de technische samenwerking die we met België aangaan, met het bedrijf Bosak. Aan de andere kant vergeet u niet dat waterinstallatiebedrijf op Kommewijnen is ook een Belgisch bedrijf waarmee we samengewerkt hebben. Dus we gaan verder samenwerken op het gebied van watervoorziening. Maar Suriname werkt ook nog samen met België op het gebied van havenfaciliteiten. NV Havenbeheer heeft een samenwerkingsvorm met ook de havenfaciliteit van België, Brugge. En er zijn heel wat technische programma's, heel wat trainingsprogramma's, maar er zijn ook verregaande afspraken nu gemaakt voor wat betreft investering in Suriname op het gebied van haven, maar ook op het gebied van baggeren. En het bedrijf komt de volgende keer weer naar Suriname, dan gaan ze daarover een beetje verder gesprek voeren. En nogmaals, als de twee regeringsleiders elkaar ontmoeten, dan spreken we met elkaar ook af om de samenwerkingsgebieden verder uit te breiden en te verdiepen. En ik heb voor wat betreft de COP27 een speciaal beroep gedaan op België om te ondersteunen dat het programma van Loss and Damage, wat met name in de kleine landen zich voordoet, ook in Suriname, denk aan die gebieden die onder water kwamen te liggen als gevolg van wateroverlast in het binnenland, maar de kust terug. Uiteindelijk moeten wij uit ons eigen budget middelen vrijmaken om die dorpen weer te herstellen. En daarvoor vragen we financieren. Daarvoor vragen we financiële middelen. Uit het Fonds van Klimaatfinanciering van ongeveer 100 miljard vragen wij een deel te reserveren voor herstel van schade, voor compensatie. Dat is die loss and damage. En België heeft medegedeeld dat ze ons daarbij gaan ondersteunen. De commissie belast met het opstellen van de wet Nationaal Mensenrechten Instituut heeft op 1 november de conceptwet gepresenteerd aan minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie. Het doel van het Nationaal Mensenrechten Instituut, NMI, is zorg dragen aan het beschermen, bevorderen en naleven van de mensenrechten binnen de nationale rechtsorde. Suriname heeft zich vanaf 2011 gecommitteerd aan de Universal Periodic Preview, UPR. De UPR is een evaluatiemechanisme dat wordt uitgevoerd door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Binnen dit mechanisme kijkt de raad naar de algehele mensenrechtensituatie van een land. De commissie onder leiding van het hoofd van het Bureau Mensenrechten, Andrea Narain, heeft zich de afgelopen 9 maanden bezig gehouden met het concipiëren van deze conceptwet. Met de presentatie gaat ook het vervolgtraject om te komen tot het uiteindelijke wetsproduct van staat. Er volgen ook presentaties voor president Chandrika Prasad Santokhi, de regeringsraad en de Nationale Assemblée.
Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.